Het wordt een extreem warme dag. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot ruim boven de 30 graden. Aan de telefoon Wouter de Baar van Meteo Consult. Wouter, waar wordt het eigenlijk het warmst vandaag in de provincie? Nou, ik denk in de oostelijke delen. Daar kan de temperatuur oplopen tot 36 graden. Hoe uniek zijn eigenlijk deze temperaturen? Nou ja, kijk, de temperaturen zijn natuurlijk wel bijzonder hoog. Als we kijken naar temperaturen van 35 graden of meer, dan is dat in de afgelopen tijd niet zo heel vaak voorgekomen. De metingen in Brabant gaan terug tot ongeveer 1950, de metingen van officiële KNMI-stations. En daarbij zie je dat over het algemeen het zo'n 10 tot 15 keer voorkomt dat de temperaturen hoger zijn dan 35 graden. En van die temperaturen zie je dan dat dat ook het vaakst is gebeurd in de jaren vanaf 2000. Ja, het is eigenlijk ontzettend lekker weer. Veel mensen zoeken verkoeling. Wat zijn je tips? Wat kunnen we het beste doen? Nou ja, als je verkoeling wilt zoeken, kan je het beste naar de kustenregio's gaan in het westen van het land. Want daar zijn de temperaturen het laagst met ongeveer zo'n 28 tot 31 graden. En hoe lang kunnen we eigenlijk nog genieten van dit weer? Nou ja, kijk, het wordt in ieder geval wat minder heet na vandaag. En dat wordt veroorzaakt door regen- en onweersbuien die vannacht over onze provincie trekken. En daardoor keldert de temperatuur morgen met zo'n 10 graden naar beneden. Maar goed, dan hebben we temperaturen van 24 of 25 graden. En dat zijn nog steeds hele aangename zomertemperaturen. Die temperaturen gaan pas in de loop van de komende weken wat omlaag. En halverwege volgende week zie je dan dat we rond normale temperaturen uitkomen. Dat is ongeveer 22 graden. En daarbij wordt het ietsje wisselvalliger met naast zon, zo nu en dan ook een buitje. Maar vandaag dus nog even oppassen, maar ook een beetje genieten. Dat denk ik wel. Wouter de Baar, dankjewel van Meteo Consult.